We zijn vandaag in het Red Star Line Museum en we gaan het voor de eerste keer bezoeken. Het museum gaat het over immigratie van mensen van Europa naar Noord-Amerika. En migratie in het algemeen, hè? Ja. Want er wordt dan natuurlijk ook getoond dat het iets is van alle tijden. Dat vind ik wel interessant om te zien hoe universeel dat dan inderdaad die migratie is. En ook de gevoelens of de fases waar dat mensen doorgaan, die migreren. Het is nu nog altijd hetzelfde eigenlijk. Hè? Ik wist niet dat er zoiets bestaat ook voor de blanke mensen die echt vertrekken om niet terug te keren. In Afrika was dat verplicht met slavernij, maar hier was dat echt hun eigen wil. Ja, die gingen voor economische redenen, dat wist ik niet. Je kan zo naar verhalen luisteren van mensen en die zijn ook naar andere landen gegaan en die hebben mensen achtergelaten. Dat is wel leuk dat je zo kunt zien vanaf het begin, alle fasen die ze vroeger deden, dat wij die dan ook zo kunnen opnieuw meemaken. Ik was eigenlijk mee met die reis. En toen ik binnen was, was ik eigenlijk Antwerpen vergeten. Precies met de mensen aan het reizen of zo. Hier allemaal mee in de zakdoek waaien. Meer dan 200.000 mensen uit binnen- en buitenland bezochten reeds het Antwerpse Red Star Line Museum. U nog niet? Dan moet u dat beslist eens doen. Alle info over het museum en de toegangsprijzen vindt u op redstarline.be.